Elke week beoordeelt topstylist Janice de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de uitreiking van de Oscars. Een schitterende jurk voor een terechte winnares, aangezien deze Chanel-creatie speciaal door Karl Lagerfeld voor Julianne Moore is ontworpen. Er is maar liefst 927 uur aan gewerkt en dat kun je ook wel zien. Helemaal top. 5 glaasjes. Stond Lady Gaga thuis zoete broodjes te bakken en vergat ze onderweg haar ovenwanten uit te trekken? Deze creatie staat haar geweldig, maar de knalrode lippen en oorbellen waren voldoende geweest. Bijna goed. 3 glaasjes. Nicole Kidman en Louis Vuitton zijn geen geweldige combi. Zelfs deze beeldige Harry Winston oorbellen kunnen het plaatje niet meer redden. Zo jammer. 2 glaasjes. Rita Ora is een stijlicoon aan het worden en dat bevestigt ze deze avond des te meer in deze zijdejurk waar menig superster een voorbeeld aan kan nemen. Helemaal top. 5 glaasjes. Dit is wel heel veel Oprah Winfrey. 1 tip voor de ontwerper. De jurk en de kleur staan Oprah geweldig. Alleen had het bij de boezem iets losser gemogen. Nu kruipt de hele boel door zuurstofgebrek naar boven. En zit haar décolleté bijna onder haar kin. Bijna goed. 3 glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.